Gouden Kalf voor beste hoofdrol 2022 gaat naar... Thekla Reuter! Thekla Reuter! Beste hoofdrol in de speelfilm 2022! Dacht wel, hè? Thekla! Thekla, gefeliciteerd. Dankjewel. Gefeliciteerd. Dankjewel. Jezus, wat is er ongelooflijk veel goeds en inspirerends gemaakt, mensen. Ja, dat blijft echt heel stil. Ja. Ik heb het ook opgeschreven. Het begin van waaruit alles kan gaan bloeien, is het scenario. Laura en Martijn natuurlijk. Dank je wel voor jullie beider emotionele intelligentie. En voor dit geweldige en zo authentieke scenario. Martijn, dank je wel voor je vertrouwen, je openheid en je sterke intuïtie. Ga zo door. Daarmee. Lieve Sepp en Lola, wat was het fijn om in jullie ogen te mogen kijken. Trent, precies 10 jaar geleden won jij de eerste Green Filmmaking Competition, waar ik toen ambassadeur van was. Wat een goede samenwerksfeer creëer jij. Dat is een nieuw woord, goede samenwerksfeer. Ja, een voicemail over de boodschappen duurt bij mij al langer dan 1,5 minuut. Maar goed, jij hebt deze film niet alleen inhoudelijk enorm goed geproduceerd, maar ook op zo'n elegante en inspirerende manier duurzaam geproduceerd. Een voorbeeld voor onze industrie, het werd al gezegd. En waar dat 10 jaar geleden nog een beetje, jezus, moeten we dat ook nog gaan doen was, lijkt het me nu wel helder dat dat urgent is. En besluiten we wat mij betreft hier en nu, hier als industrie, om toonaangevend te willen zijn. Als we het niet zelf bovenaan zetten, hoe kunnen we dat dan van de politiek verwachten? En voor de politiek verslapt, nog slapper wordt, dat geldt ook andersom. Dit kalf draag ik op aan alle crew van alle films, van jullie, van mezelf, van mijn hele leven en de toekomst. Alle crew waar geen plek voor is op het podium. Terwijl ze het licht zo verdienen. Voor de crew die er vaak als allereerste is, als allerlaatste weggaat. Lichtmensen, locatiemanagers, catering, de runners. En natuurlijk de handen van de make-up. Daarvoor is geen beeld, zou er mogen zijn. Dat is de plek waar je oplaat als zelfvertrouwen krijgt als acteur. Tot rust komt, dingen kwijt kan. Voor alle hardwerkende crew, zonder jullie kunnen wij dit helemaal niet. Ik hou van crew! Maar dat brengt me... Dat brengt me bij de allerbelangrijkste crew. Mijn thuis. Mijn 3 leeuwen. Allerliefste Gijs. Ik hou van je en ik ben trots op ons en hoe we het doen. En die 2 mensjes, dat ik jullie moeder mag zijn, vervult me met het allerdiepste geluk. Mama, Simona, zonder jou. Wat fijn dat jij niet stil kan zitten. En alle lieve, vertrouwde oppassen. Zonder jullie, mijn home crew, stond ik hier niet. Mooi. Beste hoofdrol 2022, Thekla Reuter. Gefeliciteerd. Future is fucking female. Het gouden kalf voor beste camera 2022 gaat naar... Martijn van Broekhuizen. Gefeliciteerd. Die is voor jou, ja. Speech. Oh shit. Oké. Ja, dan moet ik dat ook gaan doen. Dus. Ja, dat moet je ook gaan doen, ja. Ja, ik heb het opgeschreven, want dat ga ik uiteraard vergeten. En dat heb ik in mijn telefoon. Oké, ik ben dus echt mega blij. Job. om voor deze film, vooral voor deze film, een prijs te krijgen. Het is toch op een bepaalde manier een stuwing om een bepaalde visuele vorm die in dit project aanwezig is te stuwen. En dat vind ik echt gek. Ik hoop dat anderen daar geïnspireerd in zullen raken. Dus nou ja, te gek echt. Gevoelsmatig heb ik in dit project de poëtische film trouwens volledigheid proberen te omarmen. Ik heb geprobeerd om elementen van verschillende genres te mengen. Om zo dicht mogelijk bij de gevoelswereld te komen die Martijn en Laura hebben geschreven. En die Martijn probeerde te benaderen in zijn regie, de montage en met het geluid.
En het is altijd een fantastische samenwerking gegaan, wat echt heel erg inspirerend was. Het is fantastisch om te zien hoe dicht je met filmtaal en een voelend kamerwerk bij de mens kan komen. Je acteurs en hun talent kan omhelzen. Dat niet tekst alleen de uitleg hoeft te geven, maar dat soms enkel de verbeelding de uitleg kan zijn. Tekla was fenomenaal. Niet alleen haar prestatie, maar ook haar techniek en de bewustzijn van mijn aanwezigheid is enorm dankbaar. En het zou onmogelijk zijn geweest de film te draaien zonder jouw veelzijdigheid. Super bedankt, Tekla. Echt waanzinnig. Martijn, je gaf met vertrouwen om mezelf te zijn. Jouw visie en talent is echt heel bijzonder en zo belangrijk. Het gaf me de mogelijkheid om op een vrije metaforische manier met het beeld om te gaan. Het is echt een geschenk dat we elkaar ontmoet hebben en dat ik deze film voor je heb mogen draaien. En Martijn, om nog vele avonturen en echt super bedankt. Trent, dank voor het altijd luisterende oor en de mogelijkheden die er toch altijd weer waren. En er zijn zoveel fantastische mensen binnen dit team en daar heb ik natuurlijk nooit de tijd voor om iedereen goed te bedanken. Dus dat zal ik achteraf zeker doen. Maar eentje in het bijzonder en dat is Erik de Wild. Samen maken we ons licht en samen laten we ons elke keer weer verrassen door onze intuïtie in het spel. En zonder jou was het echt een hele andere film geweest. Dus Maatje, dankjewel. Van Aim, Karen, Lammy, Sharon, thanks dat jullie er altijd zijn. En creativiteit voor mij moet voortkomen uit rust, liefde, toewijding en ambitie. En de film is niet vaak een vergevend medium voor je directe omgeving. En daarmee erg veel eisend. En dus niet een vanzelfsprekendheid. Zonder jou, lieve Jiska, had ik nooit kunnen zijn wie ik ben. Je geeft mij de ruimte en inspiratie. En samen met jou en ons lieve kindje, Schoenja en Daris, was het leven nooit zo rond. Totaal fantastisch innemend avontuur geweest. Dankjewel voor alles. Martijn van Broekhuizen. Gefeliciteerd. Het Gouden Kalf voor beste kostuumdesign 2022 gaat naar Manon Blom. Hartelijk gefeliciteerd. Dankjewel. Zo verdiend. Alsjeblieft. Dankjewel. Daar is die. Zwaar. Even kijken welke speech ik moet... of deze. Het gaat van mijn tijd af. Nee, deze is van Bo, dus Joost. Fantastisch dat ik het gouden... Ja, hartelijk dank iedereen die op mij gestemd heeft, allereerst. Fantastisch dat het Gouden Kalf voor kostuumdesign er sinds 2020 is. Ik voel me vereerd om de prijs nu echt in ontvangst te mogen nemen. Geweldig en inspirerend voor alle hardwerkende kostuumontwerpers en kostuumcrew om samen aan het begin te staan van continuïteit en respectvolle aandacht voor ons vak. Dat vak dat wij met zoveel liefde elke keer weer opnieuw blijven uitvoeren. Creërend, rekening houdend met de vele wensen van anderen. Concessies doen, maar trouw blijven aan ons eigen ontwerp. Onze creaties en zeker aan onszelf. Heel veel dank aan de jury, aan het Filmfonds, de leden van de DAF en iedereen die op mij gestemd heeft. Dank producent Trent van Oak Motion Pictures die deze film totaal duurzaam heeft geproduceerd. Echt een inspiratie voor de hele filmsector. Regisseur Martijn de Jong en schrijfster Laura van Dijk voor jullie prachtige verhaal. Martijn van Broekhuizen voor je fantastische cameravoering. Productiedesigner Romke Faber, je had een kleurenpalet gemaakt van natuurlijke materialen met daartussen prachtige felgekleurde bloemblaadjes. Wat weer zo mooi aansloot bij mijn kleurenpalet en dessins voor de kostuums. Nadja Turlings voor de geloofwaardigheid en durf om kleding er rommelig en gedragen uit te laten zien. Dank voor de samenwerking met make-up en haardesigner Trie Buren. Dit zorgde dat alles klopte,
Zonder goed kapsel en make-up ben je nergens, ondanks het juiste kostuum. En natuurlijk dank jullie acteurs, Tekla, Fetja, Vincent, Seb, Lola, voor het vertrouwen in mij wanneer ik bleef zoeken naar het juiste kostuum. Die aanvoelt als een tweede huid en jullie kan helpen het karakter neer te zetten. Adrie Corine Bos voor je altijd inspirerende visie en steun. Last but not least, mijn familie, vrienden, pap, mam en alle collega's kostuumontwerpers.